Welkom beste kijkers bij Soccer Reporter TV. Het nieuwe seizoen gaat nu ook starten voor de eerste klasses en lager. Soccer Reporter reist zaterdag af naar Sportpark Dalem om een videosamenvatting te maken van de wedstrijd GES-SVW. En in terugblik laten we de doelpunten zien uit de bekerwedstrijd HDC 61 Sportclub Evenstein. GES presteerde voor het seizoen uitstekend en eindigde op de tweede plaats. Helaas werd het in de nacompetitie uitgeschakeld door Arnhem Muiden, dat na verlenging met 2-3 wist te winnen. Ook dit seizoen zijn de Dalemmers uitstekend gestart, want alle drie de bekerwedstrijden werden gewonnen en er werd 9 keer gescoord en er werd 4 keer tegengescoord. Niet alleen op voetbalgebied zijn de Dalemmers goed bezig, maar ook het sportpark werd grondig aangepakt met uitbreiding kleedkamers, een nieuw terras en ook de kantine werd grondig onder handen genomen. En het hoofdveld werd voorzien van een kunstgrasmat. Reden genoeg om aanstaande zaterdag dit alles feestelijk te openen. Ja, alle ingrediënten zijn aanwezig om weer een poging te wagen naar de eerste klasse te promoveren. Maar ook dit seizoen is het weer een sterke tweede klasse. Met enkele nieuwkomers zoals het gepromoveerde Harmsveld, Parkhout, Houten, WSC en de gedegradeerde clubs Achilles 29 en SVW, de tegenstander van aanstaande zaterdag. In het seizoen 2021-2022 speelden beide teams voor het laatst tegen elkaar. In Dalem werd het 1-1 en bij SVW uit werd er met 1-0 verloren. We zijn dan ook benieuwd hoe het team van trainer Martin Bovenhof het gaat doen in deze stadsderby. SVW degradeerde weer na 1 seizoen uit de eerste klasse naar de tweede klasse. Ook vertrok trainer Tutu Endona bij de streepjes, waar hij overigens goed gepresteerd heeft. Roel Liefde nam het roer over van Tutu. SVW presteerde in de voorbereiding wisselvallig, maar overleefde wel de poolfase in de beker na nauwkeurig rekenwerk van de rekenkamer. In de beker werd er 1 keer gewonnen en 2 keer verloren. Er werd 4 keer gescoord en 6 keer tegengescoord. Maar de competitie is toch weer anders dan bekeren. De meeste clubs zien het als een vereeuwde oefenwedstrijd. En we zijn dan ook benieuwd hoe het SVW van trainer Roel Liefde dit seizoen gaat presteren. De wedstrijd staat onder leiding van de heer S.A.T.G. Klaassen. We gaan nu nog even kijken naar de doelpunten uit de bekerwedstrijd HDC 61 Sportclub Evenstein. Go! Hey! 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 Go! Hey!
Ja, de uitzending zit er weer op. We hopen dat het publiek in grote getale naar Sportpark Dalen komt om hun team aan te moedigen. Bent u zaterdag niet in de gelegenheid om de wedstrijd te bezoeken, dan kan u altijd vanaf zaterdagavond de videosamenvatting met deze wedstrijd zien op sokkerreporter.nl en regiovoer.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.